Nou, Anne, wat is dit? Dit is Pukkie. Oké. Okay. Oh, hij laat even zijn hoofd zien. Hallo Pukkie. Ah, oké. Okay. En waarom moet je dan borstelen? Nou, gezondheid. Omdat je niet wil dat de pony vies is als je graag een plas wil. Oké. Hallo. Oké, wat kan je nog meer vertellen over deze pony? Als je hem heel vaak been geeft, dan kan hij nog wel eens een keertje trappen. Maar ja, bokken en zo, dat is goed. En het is een hele pony. Oké. Okay. Waarom hij dit heeft? Nou, dat zit zo omdat deze kant... En waarom is dat geschoren? Nou, want als het heel dik is, dan is het soms de sinok niet meer. Oké. Maar dan moet je het niet helemaal eraf halen. Gewoon helemaal kaal is. Dan moet je dan niet doen. Oké. Dat heeft Bruno hier zo. Heeft hij dat gehad? Oké. Okay. En dit is een zachte borstel. Oké. Okay. En dan ga ik hier mee doen. Ga hier de benen doen. En waarom heette dat geen poten? Oh ja. Poten. Ik ga nu poten. Nee, bij paarden heet het benen. Maar dat is toch? Nee, benen. Dit is bij paarden benen. Ja. En vinden ze dat lekker? Borsten? Ik vind het wel heel fijn. In ieder geval. Maar net als het niet zo leuk. Want het is niet strappen. Maar. Slaat ze in de borstel. Dan doen ze altijd zo met zijn poot. Die hebben ze dan altijd een beetje hallen. Oké. Dat is gewoon een klink. Moet je nooit achterlangs lopen. Oké. Okay. Dan moet je nog wel eens een keertje trappen. Dus moet je altijd voorlangs gaan. Dan moet je wel laten weten dat je voor hem langs loopt. Zo. Zie, dan weet hij dat ik voor hem langs loop. Oké. Best wel oud. Oké. Okay.